Vanil Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 29 november 2015. Dus het bulletin van zondag. Vandaag hebben we opnieuw Contestia met de gebruikelijke specificaties. Bij wijze van uitzondering is deze gehele uitzending van vandaag in het Nederlands. As an exemption to our rule, the entire show today will be in Dutch. We do have, however, Contestia with the text in English. PD1ALO heeft 20 jaar lang de Gooise ronde op 145-225 geleid. Een van de bekendste rondes met een nieuwsuitzending van dit deel van het land. Vandaag was de laatste ronde die door Berend werd geleid en omdat er nog geen opvolger voor hem is gevonden, houdt de ronde voorlopig op om te bestaan. De ronde van Berend ligt mijzelf ook na aan het hart, mede omdat ik zelf sinds 2006 vrijwel voortdurend de ronde heb opgenomen en die opname op mijn podcast heb gepubliceerd. Vermoedelijk was die activiteit van mij indirect ook een van de aanleidingen waardoor ik later met de Daily Minutes begonnen ben. Berend legde bij de ronde van vandaag uit hoe hij zelf zo bij die ronde betrokken is geraakt. Dat als de tijd zijn voor mij 12 uur is, om te zeggen dit is papa India 4. De Victor de Golf Eusselhoe, verenigingsstation VRZA, afdeling het Gooi. De regio 15, afdeling 27. Met de laatste Gooise ronde van onze rondeleider, moet ik maar zeggen. Want wie weet is er toch nog iemand die er binnenkort opstaat. Maar in ieder geval de laatste ronde van de ondergetekende. En daar ga ik, de nieuwsgaarding doen. Klein stukje historie over van de Gooise ronde, want ik hoorde al mensen zeggen, hoe ging het ook alweer? Ja, 20 jaar geleden is het begonnen. Ik zie het nog voor me. Ik was via Loosdrecht, want toen zat de VZA in Loosdrecht, binnengekomen bij de VZA. En Anne, PA3, Fox Yankee India, die deed altijd de ronde. Die was ook op zondag om 12 uur. En die had er ook geen zin meer in. En zoek eigenlijk een rondeleider. Nou, ik ben zo gek geweest om te zeggen van, nou, misschien wil ik dat wel doen. Ik werd opgevangen door Karel PA3 AUP. Dat was toen de voorzitter van de VZA afdeling in Gooi. En ik was nog maar luisteramateur. Ja, ik was luisteramateur. Dat heeft ook nog wat voeten in de aarde gehad. Maar goed, als luisteramateur mocht ik beginnen als rondeleider. Kom ik daar in de schik van PA3 AUP. Zit daar voor mij PA3 AUP. En daar aan de andere kant, aan de rechterkant, zit dan de heer PA9 JOO. Zo heet hij tegenwoordig. Toen was het nog PA3 belop. Nee, dan ben je gek, was hij. Nou ja, goed, maakt niet uit. Met zijn oude kool, Joop. En die zaten met z'n tweeën voor me op een stoel. En daarnaast mocht ik gaan zitten met mijn transceiver. Nou, ik heb het geweten. Karel op een oude dorstmachine. wat nieuws uitgedraaid. Vooral natuurlijk afkomstig van het VRZ-strook Alfa gebeuren. Maar daar begonnen we dan met de ronde. Zweet in mijn handen, een handmicrofoon in mijn handen. Maar dat werken we tegenwoordig gewoon natuurlijk heel lang niet meer mee. Maar ja, daar zijn we mee begonnen. En ja, ik mocht de ronde doen. Nou, na een uurtje was ik klaar met de ronde, kan ik me herinneren. En toen kreeg ik te horen van de heer Joop. Ja, dat heb je eigenlijk best wel goed gedaan. Dank daarvoor, Joop. Het is eeuwig zonde dat ik daar ingetrapt ben. Want vanaf die tijd, elke zondag, mocht ik naar Karel toe. Ja, als luisteramateur, rondeleider. Dat doet me denken aan de veel leuke onderwerpen. En natuurlijk, onplezante onderwerpen. In het begin, wist ik natuurlijk niet zoveel van radiosyndamateurisme. Heel veel oudere zendamateurs die ondersteunen dat heel vaak. En dan kwam er weer iemand met morsen terug. En ja, ik kan me ook herinneren wie dat was. Dat doet me nog steeds heel veel. Toen hebben we natuurlijk de morsen discussie gehad. We hebben nog wat andere discussies gehad. En een jaar daarna, ongeveer een jaar na dat ik ben begonnen als rondeleider, ben ik geslaagd als radiozendamateur. Met de hulp natuurlijk van Joop. En daar ben ik eeuwig dankbaar voor. En toen was het afgelopen om naar Karel te rijden.
Toen mochten de kinderen mijn eigen zeg doen. En vanaf die tijd heb ik met heel veel plezier de Gooise Ronde geleid. En helaas deze keer de laatste ronde. Het is niet anders. We gaan niet meer ooit dramatisch doen. Ik heb zoiets van, ja, over is over. Ik heb besloten dat ik gewoon wat meer ga genieten in de weekenden van de zaken die ik kan gaan doen. Ik heb eigenlijk niks om handen, dus ken ik er ook op uit met moeders en vrouw. En dat is ook belangrijk. Goed, SP4VGZ, bijna 5 minuten volgepraat. Dan heb ik nog eventjes, meneer Thijs is bezig op YouTube. En wel op zijn eigen kanaal van PA5 Thijs. Om allerlei oude filmpjes van radioamateur onderwerpen op het internet te zetten. Op het YouTube kanaal PA5 Tango Yankee Sierra is hij alle analoge beelden digitaal wat neerzetten op het internet. En er staan hele leuke zaken op. Hè. Dus moet je maar kijken op PA5 Tango Yankee Sierra. Goed, dat was het deze keer. Was weinig nieuwsradio nog. Ja, het is niet anders. Het was de laatste nieuwsradio. Dat betekent dat ik voor de laatste keer de microfoon ga loslaten. Om te beginnen met de e-mailronde op 2 meter. Dit is Papa India 4, Victor Golf Zulu. Die luistert. PA 4 Mike, dit is de DFK. PA 4 Mike, ja. Zijn er nog meer? Misschien op zondag, hè. Bespreek je alweer op een andere QG. Van PA 1 in de helft. Ja, ik ben een beetje hout op de boter vandaag, maar goed, dat maakt ook niet uit. Douwe, bedankt ook voor het meedoen in de Gooise Ronde. Bij deze ga ik de ronde besluiten met te zeggen, dit is en was Papa India 4, Victor Golf Zulu. We deden vandaag de laatste ronde van met als rondeleider PD1 ALO. Ik kan u vertellen, ik heb hier al die jaren heel veel plezier mee gehad. Ik heb natuurlijk aan alle vaste e-mailbelders te danken dat ik zo'n grote en leuke ronde heb kunnen draaien. Het is niet anders. Ik ga echt genieten van het leven, noem ik het maar. Ik hoop dat er misschien nog een rondeleider komt. Maar in ieder geval alle mededingers die in deze ronde nu ook hebben medegedaan. En al jaren natuurlijk ook als inmelders en ook als commentatoren mee hebben gedaan in de Gooise Ronde. Bedanken, want zonder jullie feedback ken ik het namelijk ook niet. Dit is en was Papa India 4, Victor Golfsalon, sluit en uit. Thank you.